Ik krijg heel vaak de vraag, wat voor BH moet je nou aan onder een traject? Nou, het antwoord is heel simpel, geen. Hi, ik ben Emma van Embrace en in dit filmpje leg ik uit wat je dan wel draagt onder je traject. Heel erg belangrijk is dat het goed steunt. Ik hoor heel vaak een strapless BH. Nou, persoonlijk vind ik een strapless BH echt vreselijk, want het zakt af en je krijgt alleen maar meer kwapjes. Want dat ding zakt en dan heb je hier nog weer een rol en dat wil je niet, want dan blijft gewoon nooit goed zitten. Waarom? Dit is niet jouw smalste punt. En als iets strak zit, dan wil het zakken naar jouw smalste punt. Zit hij niet strak, dan lift hij niet genoeg. Dus wat heb je nodig? Een bustier of een torselet. Dat zijn de twee opties. Die heb je in heel veel verschillende soorten en maten. Wat heel belangrijk is, is dat hij goed op jou wordt gemaakt. Dus niet alleen dat je er zo één koopt en aantrekt. Nee, je maat moet goed worden gemeten. Maar het is ook heel erg belangrijk dat hij goed op maat zit. Het kan namelijk zijn dat je boven een wijer moet hebben, maar in je taille wat strakker. Het kan zijn dat hij hier wat strakker moet, in je taille iets wijer. Dat zijn allemaal verschillende dingen. We zijn allemaal verschillend. En daarom is het heel erg belangrijk dat dat ook op jouw maat gemaakt wordt. Vaak krijg ik ook de vraag, hey, waarom moet ik die kopen van een speciaal merk? Of waarom kan ik die niet gewoon bij een lingeriezaak kopen hier om de hoek? Nou, het grote verschil wat ik merk als dames komen met een torselet wat ze daar gekocht hebben, is dat die niet voldoende steunen. Die belijnen zijn niet stevig genoeg, die gaan bol staan. Het steunt onvoldoende en het doet dan eigenlijk helemaal niet wat het moet doen. Het ziet er leuk uit, maar verder heeft het helemaal geen functie. En het gaat er natuurlijk wel om dat het er én mooi uitziet en dat het gewoon als een huis zit. Ik ga je even twee opties laten zien. Het bustier en het torselet. Dan heb je meteen een beeld van wat het nou eigenlijk is. Dit is een torselet. Een torselet is dus eigenlijk gewoon een BH, maar dan met een heel lang stuk eraan. Het voordeel is dus van deze dat hij ook meteen je buik meeneemt, omdat het daar ook glad en strak is. En wat zo mooi is aan dat het geen BH is, maar een torselet, is dat het achter in de rug laag is. De steun komt uit jouw taille en uit je rug en niet uit een bandje wat hier omsluit. Bijkomend voordeel is dat je hier geen rolletjes of vetjes of kwapjes hebt, omdat het daar gewoon glad zit, want er zit geen bandje overheen, het is laag. Nog een voordeel is, je kan het dus onder hele laag uitgesneden jurken dragen, topjes, vestjes, wat ook, omdat daar gewoon geen bandjes of dingetjes zitten en het zit heel mooi glad. Ik draag zelf ook graag torseletjes, maar ook bustiertjes, ga ik zo laten zien. Want wat ik ook heel erg mooi vind is als je een shirt aan hebt met een boothals, bijvoorbeeld dat het wijd is, dat je hier dan niet zo'n bandje hebt zitten, wat eigenlijk het hele oog bederft. Ik krijg ook vaak de vraag, dames met grotere cupmaten, goed, kan ik ook een torselet aan? Ja, zeker. Nog een voordeel is daar ook dat je meteen van die snijdende bandjes af bent, omdat het hier steunt en daar meteen ook heel aangenaam zit. Soms zijn mensen bang dat je het niet de hele dag aan kan hebben, dat het veel te strak zal zijn. Nou, het is een elastisch materiaal, dus het zit ook nog eens lekker. Optie 2 is het bustier, ga ik nu laten zien. Een bustier is eigenlijk hetzelfde als een torselet, alleen dan kort. Het verschil is dus dat hij tot in de taille is, of net daarover. Voordeel van de bustiertjes is dat die nog iets lager in de rug zijn. Dus dat je daaronder nog lagere dingen kunt dragen. En het voordeel is dat als je een jurk hebt die hier heel strak is, dat je hier dan niet ineens een rand hebt zitten die je dan weer weg moet werken. Nee, stop daar en daarna is het glad. Denk je van, nou, ik wil toch echt mijn buik wegwerken. Nou goed, dan zijn er allemaal weer oplossingen voor. Voor elke jurk is perfect passende lingerie te vinden. Belangrijk is gewoon dat je die op jou laat aanmeten, ook passend bij de jurk waar je hem onder wil gaan dragen. Heb je geen trouwjurk? Denk je, ja, ik moet wel zo'n ding, want ik wil graag een strapless BH, maar niet een strapless BH. Mail ons gewoon, vraag ons gewoon wat je wil, wat voor maat je hebt, en alle cupmaten en allerlei opties te krijgen. Dus het komt ook altijd goed. Zelf vind ik dit model fijn. Ik noem hem altijd de t-shirt BH, maar dan lang, omdat daar de stof overheen getrokken zit en hij is naadloos. Dus je ziet hem niet, ook niet onder dunne jurkjes of dunne stofjes. Vond je dit nuttig? Abonneer je dan op ons YouTube kanaal. Heb je vragen? Denk je, nou, ik moet zo'n ding, maar hoe, wat, waar? Stuur ons gewoon een mailtje, embrace@embracemode.nl. Je kan altijd even langskomen, dan meet ze hem speciaal voor je aan en dan heb je in ieder geval iets wat perfect zit. Heb je nog vragen? Ik vind het heel leuk als je die onder het filmpje even comment, dat je ons laat weten wat je ervan vindt en ook wat voor vragen je hebt eventueel. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.